heb jij nu met een terugblik een idee van wat we eigenlijk verwachten dat die onafhankelijkheid zal zijn? Ja, ja, ik kan me die ideologie erachter ook goed indenken. Ik zou het waarschijnlijk anders hebben aangepakt, maar het is heel makkelijk praten achteraf. Ja. Dan heb je, kan je alles zeggen. Ik moet wel persoonlijk zeggen dat ik persoonlijk geen voorstander ben van het feit dat we zo snel onafhankelijk zijn geworden en dat het zo is gegaan. Ten meer ook als ik vergelijk met andere landen die nog steeds, de ABC-eilanden bijvoorbeeld. En ik denk dat het ook misschien ja, anders... Het is zo naar mijn gevoel toen en de verhalen die ik hoor en ik lees, is het inderdaad heel overhaast gebeurd. En het werd niet gedragen door de hele samenleving. En ik snap dat dat moeilijk is hoor, om zo'n beslissing door iedereen te laten dragen. Als je dan vandaag kijkt, en dat is de discussie die we moeten hebben, is die drie belichamingen van vrijheid die we in 1975 in onze eigen grondwet hebben uitgedrukt als recht en waarheid maken vrij, dat zijn diezelfde drie, dezelfde waarden die, wat is er van tot stand gekomen? Ja. Maar in de eerste plaats, het is niet alleen wat is er van tot stand gekomen, was dat een oprecht beeld. Ja. En wat is eigenlijk volgens jou wat echt fout is gegaan? Volgens mij? Oh, dat is een hele moeilijke vraag. Ja, ik heb ook het probleem om je straks te vertellen wat ik denk. Ja, maar wat zijn de belangrijkste dingen die fout zijn gegaan? On the spot. Ik moet even erover nadenken. Ik denk persoonlijk dat het te snel is gebeurd, waardoor mensen te weinig tijd hebben gehad om erover na te denken. Hè, ik denk dat het een beetje een soort sneltreinvaart erachter is aangezet, waar over zulke dingen moet je kunnen praten, nadenken, moet kunnen bezinken. Ik denk dat dat het eerste. En dat er daardoor niet een goede regeling heeft kunnen plaatsvinden. Ja. Dat denk ik. Als ik moet zeggen, denk ik dat er twee zijn. Eén is eigenlijk in het proces. Ja. Ik weet niet of je dat weet, maar Aaron en Lachman hebben elkaar toen omhelst in het parlement. Mm-hmm. Nadat Aaron beloofd heeft dat na de onafhankelijkheid verkiezingen zouden komen. En dat noem ik het grote bedrog. Ja. Dat heeft Aaron niet waargemaakt. Ik denk dat hij het misschien zelf wilde, maar Bruma die vond dat niet nodig. Ja. En dat heeft eigenlijk Lachman toen in het politieke spel enigszins buitenspel gezet. Mm-hmm. Lachman dacht, als die verkiezingen gehouden worden, dan kunnen we dat, de verloop van, dat, van die verdere vormgeving van dat land, kunnen we samen doen. Ja. Tweede is, en daar heb ik over geschreven, is dat de politici dachten dat democratie hetzelfde is als verkiezingen. Als je verkiezingen houdt, dan heb je een democratie. Ja. Dat is niet waar. Nee. Inherent, dat weet je, aan een democratie, is dat het goed werkende tegenwichten zijn. En daarvan controlemechanismen. Ja. Ik noem altijd als beste voorbeeld in dit land, en dat geldt vanaf toen en nog steeds, we hebben een algemene rekenkamer die de overheid moet controleren, maar die functioneert niet. Nee. Hij heeft even gefunctioneerd, een paar keren even. Maar jij zou me nu niet kunnen zeggen wie in de rekenkamer zit, terwijl het belangrijkste controleorgaan is van de overheid. Ja. Dus men heeft niet begrepen dat die controledimensie, die in de koloniale tijd vanuit Nederland werd uitgeoefend, dat die vervangen moest worden door een controle element in die samenleving zelf. Yes. Een endogene, een eigen controle. Ja. En dat is niet ingevuld. Ja. Zodat je bestuur kreeg zonder controle. Ja, dat is gevaarlijk. En ik denk dat dat grote manco is dat we tot vandaag nog hebben. Ja. We hebben die controle nooit ingevoerd. Ja.
This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.